De paardenbloem is een plant die vaak wordt gezien als onkruid, omdat het zich gemakkelijk verspreidt en zich snel kan vermenigvuldigen. Maar hoewel de paardenbloem niet zo geliefd is bij tuiniers en gazonliefhebbers, heeft deze plant wel degelijk nuttige eigenschappen. Iemand die al 40 jaar deze nuttige plant bestudeert, is botanicus Karst Meijer. Wat bent hij precies aan het doen? Ja, dat is wel duidelijk, hè. Je kunt een paardenbloem bekijken wat ik in de handen heb. Oké. Dat als je hier langs deze wegberm loopt, als ik dat aan het monsteren ben, dat je toch wel zo'n 30, 40 soorten kunt aantreffen. Dit is één bloem wat je ziet, ja? Maar hij bestaat eigenlijk uit 100 bloemetjes. Hè? Daarom heet het ook een samengesteld bloemige. Ja? Dus hij bestaat uit verschillende bloemetjes. En onder die bloem zit dan die krans wat je hier dan ziet, die krans van kelken, wat we dan een omwindsel noemen. Ja? Die als water omvat de bloem. Ja? En die is heel mooi paars aangelopen. En dat is dan weer een kenmerk voor een bepaalde soort paardenbloem. Kijk, deze heeft een hele lange, dit noemen we dan een zijlobbe. En die zijn dan heel lang. Ja? En deze heeft zijlobben, die zijn heel kort. De bloemetjes zijn kleiner. Ja? En ook de kleur van de omwindsel, die is paars aangelopen. En die is bijna een beetje groenig. Ja? Dus dat zijn dus allemaal verschillen wat een soort maken. En wat ik jullie zie in de auto, die moeraspaardenbloem, die heeft dus dat omwindsel wat je hier dan ziet, die heeft dat aangesloten. Die heeft dus net als een kogelfles, is hij zo aangesloten. Als je dan hier een bloem afhaalt, hier, ik kan hier wel een bloem afhalen, toch af, ja? Ernaast, dan kun je het verschil zien, aanliggend, teruggekromd. Oh, nu zie ik het inderdaad, nu zie ik het verschil. Zie je het verschil? Ja. Dat is duidelijk aanliggend. En als je dan bijvoorbeeld de moeraspaardenbloem verder hebt die in Nederland, is dit dan niet een moeraspaardenbloem, maar het heet een schaalandpaardenbloem. Maar als je dan de echte moeraspaardenbloem hebt in Nederland, die heeft dat ook heel strak aangesloten. Ja. Dus wat ik al zei, hoe meer die omhoog gaat, hoe strakker die ligt, ja, hoe zeldzamer die wordt. Maar die zul je niet aantreffen in je wegberm of in je tuintje. Maar er komen wel een paar soorten voor in je tuintje die ook wel een beetje dit doen. Oké. Okay. En dat zijn allemaal toch wel weer specifieke soorten. Dus nogmaals, het is heel gemakkelijk proefje. Als je dus een paardenbloem vindt en die hangt zo, dan heb je een heel algemene, maar gaat hij zich oprichten zo, ja? Zij afstaand en helemaal uiteindelijk opgericht. Ja? Dus van heel algemeen tot heel zeldzaam. En als je dus in je eigen tuintje gaat kijken, dan kun je zo 25 soorten in je eigen tuin aantreffen. De paardenbloem is een belangrijke voedselbron voor veel insecten. Deze insecten zijn op hun beurt weer voor veel jonge weidevogels van levensbelang. Ook de zaden die een hoog eiwitgehalte hebben, zijn een ideale voedselbron voor opgroeiende weidevogels. Ik hoop dat nog meer mensen dan beter naar paardenbloemen gaan kijken. Hè? Want nogmaals, iedereen weet wel, iedereen kent de paardenbloem, maar iedereen weet er ook helemaal niks van af. Hè? Men weet helemaal niet wat het inhoudt eigenlijk. En hoe belangrijk ze zijn. En hoe belangrijk ze zijn voor de insectenwereld, voor de weidevogels, maar ook voor de geneeskunde. Er zitten allerlei stoffen die gebruikt worden voor in de geneeskunde. En het allernieuwste is dat er dus in Nederland auto's en fietsen rondrijden. Gemaakt rubberen banden, gemaakt van het sap van de paardenbloem. En het kan best zijn dat over 25 jaar in deze gebieden hier ook, dat er geen mais meer staat, maar dat er gewoon paardenbloemenvelden staan. Dus het nieuwe rubber. Dus dan krijgen we nieuwe rubber. En dat moet ons gaan redden, want het is heel grappig, het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar dat is die rubberbomen in Zuid-Amerika, ja, die gaan waarschijnlijk ten onder naar schimmelziekte. En, ja, en dan moet de paardenbloem ons gaan redden. Dus het is heel commercieel, heel erg interessant eigenlijk. En ook voor onze toekomst interessant. Ja. En ook voor onze geneeskracht, voor onze geneeskunde is het interessant. Ja, want wanneer ik weet dat het onbespoten is, dan maak ik er wel een slaaf aan. Ja, precies. Het is wel wat bitter, maar goed. Je kunt de bloem ook eten. Er wordt zelfs bier van gemaakt. Paardenbloemenbier. Ja, je kunt er dus van alles mee. En men doet er helemaal niks mee. Omdat men opgegroeid is met het stigma van paardenbloem is onkruid en dat moet weg. Maar je moet ondertussen niet vergeten dat er ongelooflijk veel insecten op afkomen. En ja, paardenbloem is nummer 1. Er is een nieuw onderzoek vrijgekomen. Dat is de paardenbloem nummer 1 staat wat betreft het hoogste aantal insecten wat er op voorkomt. Meer dan 130 soorten. Ja. En nummer 2 staat dan de braam. Dus dat geeft dus wel aan hoe belangrijk die... Maar kijk nog maar eens om je heen. Je ziet alleen de paardenbloemen. En voor de rest zie je dus niks. Ik woon hier nu 30 jaar en ik heb het landschap om me heen helemaal zien veranderen. En stil worden. Ja, hartstikke stil. Ja. Kijk, en dan kun je natuurlijk wel...
hartstikke goede bedoeling hoor. Je kunt dus weilanden wel onder water gaan zetten. Maar ja, die jonge kuikens, die moeten de eerste 3 weken insecten hebben. Ja. En waar halen ze die vandaan? Van de paardenbloem. Ja. Want die heeft veel insecten. Als ze er nog zijn. En die bloeit, ja. En die paardenbloem bloeit net in die periode dat de kuikens uit het ei komen. En die zijn dus de eerste 3 weken afhankelijk van, eigenlijk van de paardenbloemen. Dus daarom zeg ik ook altijd van, geen paardenbloem in het land, ook geen weidevogels meer. Nee. Helaas. Als ik met mijn vader Friesland in ging, was in de 60, 70 jaren, was heel Friesland was geel. Ja, klopt. Het was allemaal lawaai van vogels en zo. Ja. En als je dan zo'n bloeiend weiland ziet, nou zo'n stukje daar, zitten er zo'n 60, 70 soorten in. Ja. En die soorten staan niet zomaar lukkeraak in zo'n weiland. Nee, die staan allemaal hebben allemaal een eigen plekje. Ja. En ik denk dat misschien wel 90% van die biodiversiteit van paardenbloemen zijn kwijt. Ja. En ook die insectenwereld die erop zit, zijn we kwijt. Ja. En ga zo maar door. En uiteindelijk zijn we ook de weidevogels kwijt. Ja. Kijk, en de predatoren, zoals een mooie woorden voor, die maken de klus nu af. Ja. Die maken de klus af. Want die kuikens die verhongeren in het veld bijna. Ja. En de poezen. En de poezen ook natuurlijk, maar die had je vroeger had je ook poezen en vroeger had je ook dinges. En dan had je genoeg kuikens, had je genoeg weidevogels. Ja. Dus het kon leiden. Ja. Maar dan kan het niet meer leiden. Nee, klopt. Nee. En dat is dus, dat moet gewoon anders worden, vind ja. ik. Dus eigenlijk is, en daarom ook die dag van de paardenbloem, dat is dus een dag van bewustwording. Ja. Dus een soort gele revolutie worden ontketend. En daar hebben de boeren ook baat bij. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk wel die weilandenranden in gaan zaaien met prachtige planten. Dat is hartstikke leuk. Maar wanneer bloeien die planten? Ja, verschillend. Dan zijn die kuikens al lang onder voet. Maar die komen pas in juni. Ja. En in tussenliggende periode zijn dus die paardenbloemen belangrijk. Dus dat hele inzaaien is mooi. Allemaal een mooi initiatief. Maar zorg, ik denk wel eens, waarom creëren we in Friesland geen paardenbloemencorridors? Hè? Dat je bepaalde stroken maar een paar keer per jaar maait en ook minder bemest. Waardoor je dus allemaal weer gele linten langs de weilanden krijgt. Ja. Waar de herstel plaats kan vinden en de weidevogels misschien weer terug gaan keren. Dus, dat is een, dus wat dat betreft is dus een paardenbloem een alom inzetbare plant. Ja.